hebben allemaal andere gewoontes als ze naar bed gaan en een laatste maaltijd eten. Ik heb iets over 60 bavianen gehoord. Kan u wat over vertellen? Ja hoor, de bavianen inderdaad bijvoorbeeld, die zijn met z'n 60e en die zijn in 10 seconden binnen over een heel smal richeltje. En dat is over het water en er valt er geen één in het water. En zijn er nog meer eigenaardigheden? Er zijn de leeuwen bijvoorbeeld, die gaan heel erg brullen als ze naar binnen gaan, want die weten dat ze, dat is eten, lekker vlees. Dus die gaan heel erg brullen als ze de verzorger alleen maar ruiken. Die zien ons staan en doen eigenlijk niks. En zo gauw de verzorger komt, die ruikt blijkbaar anders. Dan rennen ze naar binnen en dan maken ze enorm lawaai. Dus dat is heel erg leuk om te zien. Chimpansee, hoe doet die het? De chimpansee die kan over het algemeen zelf kiezen of die naar binnen of naar buiten gaat. En die gaan inderdaad naar binnen, gewoon rustig. En die zien het stro en die pakken allemaal strowiet. Want wie het eerste binnen is, die heeft dan het meeste stro. En daar maken ze een bedje van. En dat doen ze in een hangmatje, heb ik begrepen. Is dat zo? Er zijn er een aantal die liggen lekker op de grond. Maar er zijn er ook die inderdaad al dat stro mee naar boven nemen naar een hangmatje. Ja. Poetsen ze hun tanden? Chimpansees niet. Welke dieren wel? De nutria's of de moerasbevers, dat zijn de enige dieren die hun tanden poetsen. En die zien niet zo mooi uit, want ze zijn heel erg oranje. Want die eten heel veel caroteen, maar die poetsen wel hun tanden, ja. Waarom? Net als u en ik, verzorging. Dieren die doen net als u en ik ook aan verzorging. Ja, maar in de natuur poetsen ze toch ook hun tanden niet? Die nutria's poetsen in de natuur ook hun tanden. Want in de dierentuin doen ze niets anders dan wat ze in de natuur ook doen. En hoe doen ze dat in de natuur? Waarmee? Met hun pootjes en met een stokje. En aan hier bij de otters, die wassen hun eten voordat ze het opeten. De struisvogels, als die 's morgens ontwaken, dan gaan ze echt helemaal dansen. Want die houden niet zo van een dak boven hun hoofd. Wat hebben we nog meer aan eigenaardigheden? De neushoorns, zo gauw die in het water gaan. Of ja, misschien ook wel naar binnen. Er zijn een hoop dieren die hun territorium afbakenen door middel van of plassen of poepen. En dan komen ze ergens en daar ruikt het dan weer fris, want dat is schoongemaakt. En dan gaan ze meteen weer eventjes daar hun eigen geur aan geven door daar te plassen en te poepen. Waarom hebben jullie dit georganiseerd? Om aan de mensen te kunnen laten zien dat dieren, net als iedereen, een speciaal ritueel heeft op het moment dat ze naar bed gaan of op het moment dat ze ontwaken. Wat hebben jullie nog meer georganiseerd? Nou, er is dus dieren naar bed brengen. Dat is vanavond, maar dat is helaas vol. Maar 9 november is er weer dieren naar bed brengen. Daar kunnen mensen zich nog voor opgeven op www.dierenparkamersfoort.nl. En dat is ontzettend leuk. En we gaan nu de neushoorns naar bed brengen, de chimpansees, de giraffen, de olifanten en de bavianen. En ja, het allerleukste vind ik daarvan inderdaad de bavianen, omdat die met 60 man ineens in 10 seconden echt naar binnen gaan. Dus het is ontzettend leuk om het mee te maken. En als de rondleiding klaar is, dan kunnen de mensen heerlijk stampottenbuffet eten in onze restaurant en boerderij. En ik heb gehoord dat de giraffen een half uur slaapt per nacht. Ja, giraffen slapen niet zo heel veel inderdaad. Omdat dat veel te gevaarlijk is in de vrije natuur. Die moeten alert blijven dat ze niet gegeten worden. En die slapen dus staand met hun ogen open. En hier in de dierentuin gaan ze af en toe wel liggen. Want ze weten dat het hier veilig is. Maar dat doen ze slapen, doen ze inderdaad niet zo lang. Oké, dank u wel. Ja.